Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group bestaat 70 jaar. Al die tijd maken we samen met onze opdrachtgevers Nederland elke dag een stukje mooier. Dat doen we in de stad en op bedrijventerreinen, op het platteland en in de natuur. Bij bouwprojecten leveren onze ingenieurs en adviseurs specialistische kennis op het gebied van bijvoorbeeld bouwfysica, installatietechniek en energiebesparing. Als bouwkundig specialist dragen wij bij aan onder meer woningbouw, zorgaccommodaties en sportaccommodaties. Vandaag nemen we je mee naar het belangrijkste schaatsstadion van Nederland, Tialf in Heerenveen. Een thuiswedstrijd, want het kantoor van Antea Group in de provincie Friesland ligt op een steenworp afstand van deze snelste laaglandijsbaan ter wereld. Vlak bij Tialf komen we langs een ijsbaan die ook door Antea Group is gerealiseerd. Het is een natuurijsbaan voor recreatief gebruik die zich voor de winter vanzelf vult met regenwater. Er hoeft dus geen water op de baan gepompt te worden. Najaarsbuien en stevige nachtvorst doen het werk. Maar we gaan snel door naar Tialf. Deze ijsbaan in Heerenveen-Zuid werd in 1967 geopend, toen nog als openluchtbaan. De relatie met Antea Group begon zo'n 20 jaar later, toen de ijsbaan als tweede ter wereld werd voorzien van een overkapping. Tialf was in 1986 niet de eerste ijsbaan die een dak had. De primeur had Berlijn een jaar eerder gepakt. Maar wat Tialf wel kreeg, was een unieke overkapping die niemand op dat moment voor mogelijk hield. Namelijk een dak zonder steunpilaren. Dus het dak zweeft als het ware boven de ijsbaan. Door de unieke dakconstructie had het publiek vanaf elke plek op de tribunes onbelemmerd zicht op de ijsbaan en de prestaties van de schaatsers. En die logen er niet om. Hilbert was in topvorm. Om 8 uur precies bleek Hilbert van der Duim in 1 uur tijd ruim 1 kilometer meer te hebben geschaatst dan Jan Kooijman. Tijdens de eerste wedstrijden in het overdekte Tialf werd het ene na het andere wereldrecord geschaatst. Vanaf dat moment was onze relatie met Tialf een feit. Bij Antea Group zijn we inmiddels al meer dan de helft van ons 70-jarig bestaan een constante factor in de techniek achter Tialf als internationale schaatsstempel. En samen werken we voortdurend verder aan innovaties. In 2004 waren wij betrokken bij een grote verbouwing van de ijsvloer. Vanwege veiligheidswetgeving mocht ammoniak niet langer gebruikt worden in koelinstallaties. Een stroperige substantie als glycol is dan een alternatief. Maar de koelinstallatie hier in Tialf maakt juist gebruik van een vloeistof met een lage viscositeit. Die laat zich gemakkelijk rondpompen en dat levert een homogene kwaliteit van ijs op in Tialf. 30 jaar na de realisatie van de unieke zelfdragende dakconstructie vond in 2016 opnieuw een ingrijpende verbouwing plaats. Samen met zijn projectteam was Michael Sapulette als contractmanager verantwoordelijk voor de realisatie van de vernieuwbouw. Wederom leverde het werk spraakmakende prestaties op. Qua oppervlakte hebben we Tialf met 1/3 vergroot door de uitbreiding met onder meer een verdieping en een omloop. Maar tegelijkertijd hebben we ook een energiereductie van ruim 50% gerealiseerd ten opzichte van de oude situatie. Ook kunnen we de tribunes luchttechnisch afscheiden van de ijsbaan zelf. Hierdoor voorkomen we dat de kwaliteit van het ijs beïnvloed wordt door de vervuilde lucht, zoals afkomstig van natgeregende jassen en van binnenkomend publiek. In de vloeren van de ijsbaan zijn ook sensoren geplaatst. Die meten de temperatuur van het beton en het ijs. In combinatie met de koelinstallatie kunnen delen van het ijs apart worden ingeregeld, bijvoorbeeld om het ijs in een deel van de bocht iets zachter te maken. Tijdens de laatste verbouwing hebben overigens nog meer innovatieve aanpassingen plaatsgevonden rond de schaatsbaan. Die zijn nog niet allemaal ingezet. Het zou dus zomaar kunnen dat Tialf de schaatswereld in de toekomst nog gaat verrassen met nieuwe baanrecords. Circulariteit was een belangrijk aandachtspunt bij de verbouwing. Van het bestaande stadion werd het gehele casco, inclusief de tribunes, hergebruikt in het vernieuwde Tialf. En ook nu zorgde de overdekking van het ijsstadion weer voor een niet eerder vertoonde krachttoer. Een hoezagenstukje tijdens de verbouwing was dat het enorme stalen dak in zijn geheel 2 centimeter omhoog moest om de nieuwe constructie eronder te plaatsen. En dat in de winter wanneer het stevig kan waaien.
En ondertussen werd in deze bouwput gewoon ook nog voor de World Cup geschaatst. Tialf en Antea Group kunnen elkaar niet alleen goed vinden in hun ambitie om voortdurend te innoveren, ook waar het duurzaamheid betreft staan beide partijen hetzelfde in de wedstrijd. De lat wordt daarbij onverminderd hoog gelegd. Op het dak liggen meer dan 5000 zonnepanelen. Dit zijn goed voor 1/3 van de benodigde stroom als Tialf in bedrijf is. Met als grootste stroomverbruiker de ijsinstallatie. Buiten het schaatsseizoen om ligt er geen ijs op de baan. Samen met Tialf kijken we naar mogelijkheden om het in de zomer opgewekte teveel aan energie toch te benutten. Dit was het laatste verhaal van een serie video's waarin we je hebben meegenomen langs plaatsen waar wij Nederland een stukje mooier hebben gemaakt. Het werd een reis met mijn collega's langs een aantal bijzondere projecten. Waar een verhaal achter zit, maar waar we ook bijzonder trots op zijn.